Yamaha biedt met de TC3 en TA3 pianomodellen heel wat mogelijkheden om akoestische en digitale klanken te combineren. Wat is nu een transakoestische piano? Bij een akoestisch instrument wordt de klank opgewekt door het slaan van de hamers tegen de snaren en de trilling van de snaren wordt versterkt door de zangbodem aan de achterzijde van het instrument. Bij een transakoestische piano zijn er een type luidsprekers, transducers genaamd, die het mogelijk maken om digitale klank door de zangbodem te laten versterken. Concreet heeft een transakoestische piano niet alleen best of both worlds, zowel akoestisch als digitaal, maar je kan deze ook combineren en op 4 verschillende wijzen de piano bespelen. We zetten ze even op een rijtje. Zowel de TC3 als TA3 pianomodellen kunnen met een eenvoudige Bluetooth-verbinding communiceren met de Yamaha Smart Pianist app. Dit is niet alleen een visueel zeer gebruiksvriendelijke interface, maar biedt ook tal van extra functies, zoals het afspelen van songs, al dan niet met partituur, het maken van eigen opnames, zowel MIDI als audio, het combineren van klanken en het spelen met metronoom en ritmes. Wat is het verschil tussen de TC en de TA-reeks? De TA3 pianomodellen hebben meer klanken en bovendien sensoren ter hoogte van de hamerkoppen. Ten slotte maakt een Bluetooth-audioverbinding het mogelijk om je favoriete muziek te beluisteren via de zangbodem van de transakoestische piano. Wil u graag deze transakoestische piano zelf uitproberen? Bent u steeds welkom in een van onze vestigingen in België en Nederland. Tot binnenkort!